Hallo, kijk, zijn nieuwte. Ik ben Mark en vraag wie je bent. Ik ben een architect. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we zijn eigenlijk al behoorlijk ver. We hebben nu in ieder geval meer gevangeniscellen dan gevangenen. Dus dat is echt heel positief. En binnenkort krijgen we nog behoorlijk veel gevangenen erbij. Vanwege dat we eigenlijk niet zoveel hebben, omdat we echt onmundig veel lijken hebben. En ik zit nog steeds te wachten totdat we een celpersoon hebben voor de executie. Maar dat komt vanzelf wel een keer. Ik zit er dus vandaag nog eventjes over na te denken om in ieder geval dit eventjes af te maken. Omdat ze daar nu natuurlijk ook nog mee bezig zijn. En dat ik vandaag alvast met een gigantische kantine en een keuken ga beginnen. Want dat is ook wat nodig om te hebben natuurlijk. En dan kunnen we deze nog misschien ooit een keer, kunnen we wel eens een keertje naar links uitbreiden. Mocht het een keer nodig zijn. Dus ik ga in ieder geval bezig en we gaan wel eens zien waar we mee bezig gaan als eerst. Ik denk eerst met de nieuwe douche. Want dan kunnen we deze gewoon voor de maximaal. Of ja, misschien wil ik nog wel een keertje een eigen douche voor de maximale beveiligde ook gaan gebruiken. Want dan hebben we de minimale beveiligde hebben die deze. Dan hebben we de medium hierheen. En dan hebben we de maximale misschien een keertje hierheen of zo. Dat zou misschien wel kunnen dat we gewoon nog hier een plek maken. Bijvoorbeeld dat de gang dan gewoon tot hier verder loopt. En dat er dan hier ook gewoon nog een ingang is voor de hoe heet dat? De kantine. Hou van dan moet ik even kijken wat ik hiermee ga doen. Misschien kunnen we de kantine dan ook gewoon tot zover uitbreiden. Misschien wel handiger. We hebben een gigantische kantine, maar we hebben in ieder geval genoeg aan. Oké, en dan kunnen we misschien hier wel de douche doen. 30 bij 20 vind ik wel prima, denk ik. Ah, er gaat weer een stroom, een dingetje aan. Zodat we dus hier nog een doucheruimte hebben. Dat zal natuurlijk ook kunnen. En dat we dan gewoon hier al die bieden wel beveiligd gevangen neerzetten. Eerst ga ik even overwegen om dit eventjes af te maken. Want dat moet ook eigenlijk even gebeuren. Dus even kijken, dan zouden ze dadelijk ook wel, ja, dit worden gemaakt. Oké, nu mogen deze, de muren hoeven er eigenlijk niet uit. Ik wou de muren al gelijk weghalen, maar dan hoeven we eigenlijk alleen maar van die gevangenisdeuren in te komen. Dat is natuurlijk veel handiger om te hebben. Oké, de stroomleiding zijn ze in ieder geval ook aan het erin leggen, dus dat komt ook allemaal wel prima. Dus ga ik alvast even de gevangenisdeuren hier neerzetten, zodat het in ieder geval nog wel echt celblokken blijven. Je moet er dus dan nog eventjes op wachten. Die deur is weg. Kunnen we hier dus nog een gevangenisdeur neerzetten? En dan ga ik hier alvast een douche tekenen. Hier maak ik dan de afvoeren, zodat we dat ook alvast hebben. En dan moet ik even een beetje gewoon logisch gaan tekenen van
waar ik precies alles wil hebben. Voordat ik dat kan doen, moet ik eerst even stroom hebben. Hé, een tunnel. Waarom gaan ze naar het noorden? Geen idee. Dit is echt met hoge prioriteit nodig. En dat geldt ook voor jou. Weer een tunnel. Oeh. Even grondig onderzoek. Ja, even zien. Oh, we hebben ook alweer een bult geld binnengekregen, niet eens opgelet. Oké, dan laat ik hier ook gewoon een hele patrouille om de douche heen lopen. Zodat die... Ah, verdomme, niet... Ah, nee. Oh, het is maar... Het is maar... Wat? De hele generator is geëxplodeerd. Rip. Dat kunnen we niet hebben. Riprino's. De hele fucking stroomreactor is kapot geëxplodeerd. Nou, maar goed dat ik toch nog maar extra waterpomp erbij heb gepleurd. Ik denk dat er nog wel wat belangrijke dingen zijn dan een grondig onderzoek. Ik ga toch maar even wat meer van die bouwvakkers aannemen, want dit doet echt heel lang. Ik doe er gewoon tot aan de 75. Zo dus. Oh ja, dan werken die deurservels zeker ook niet. Nee. Oké, wanneer dat ding is aangesloten, dan moeten we gelijk deze andere aanzetten. Dat vind ik wel heel knap dat dat ding helemaal is opgeblazen. Wel een goede titel. Krachtcentrale blaast op. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is een goede titel. Oh my god. Zelfs delen van de waterleiding zijn toch wel geëxplodeerd erdoor. Nou, dat wil je niet hebben. Oké, nu we dat ook hebben gehad, kunnen we in ieder geval weer verder hiermee. En loopt hier eigenlijk al iemand rond? Oh nee, daar waren we mee bezig totdat dat ding explodeerde. Geen wonder. Hierheen. Oh ja, frek. Hier is geen toegang natuurlijk. Ik denk dat we een beetje te... Oh god. Dat we een beetje tekort komen aan bewakers. Misschien wel even toch maar 10 extra bij aannemen.
Oké, okay, dan zet ik er. Hier is een muur neer. Hierheen. Ga ik het wel even egaal maken? Kan dat? Pas wel. Oh, dat past ook nog. Nice, 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 nice. Nou, dan moet hier natuurlijk ook weer een hele waterleiding doorleggen. Dus dan doen we het toch gewoon door het midden van de gevangenis. Heel handig. Zet ik deze ook gewoon tot hier neer. Oh. Gelukkig kosten jullie waterleidingen niet zoveel. Eigenlijk alleen om maar de douchekoppen te installeren en that's it. Oké, okay, waar is nou weer een tunnel gevonden? Daar dus. Oké. Okay. Douchekoppen. Gewoon eerst één kant en dan de andere kant. Dat moet wel beter te pas komen. Al die bouwvakketjes lekker bezig, joh. Nu van deze kant nog. Dan ga ik nu dit even indelen dat dit alleen medium veilig kan worden gebruikt. Dat moet dan al wat duidelijk zijn. En ik denk dat ik dan de volgende aflevering dat ik dan de nieuwe kantine erbij gaan bouwen, want ik denk niet dat ik daar heel wat geld voor heb en we hebben nog 207 lijken, dus daar moet eigenlijk eerst vanaf. Nou, ik ga in ieder geval deze eventjes gewoon naar de 800 neerzetten. Zodat we in ieder geval nog wel toegang hebben tot 800 gevangenen. Maar we willen nu toch 816. En we hebben nog 207 lijken, dus die moeten, daar moeten we eigenlijk eerst vanaf. Hoe ze daar toch allemaal komen, ik heb geen flauw idee. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ik kom er net pas achter dat ik die waterpompstation van de vorige aflevering echt niet goed heb neergepland. Ik had hem beter hier nu kunnen zetten. Als ik die gang natuurlijk nog eens een keer naar links wil uitbreiden, dan... Zet dat ding anders zo dank in de weg. Dat wil ik niet hebben. Deze voorziening moet ik eigenlijk even ontmantelen. Dan ga ik even in de tussentijd. Nu ik toch nog niks, niet veel te doen heb. Deze gang in ieder geval. Oké. Okay. Ik hoorde net tuk 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 tuk, maar er was waarschijnlijk een duifje boven op het dak. Kijk hoe groot zijn deze dingen.
13 bij 25. 13. 25 is dus één cellenblok. Ga ik gewoon een beetje uittekenen van hoe groot is één cellenblok. Voordat we daar eigenlijk nog van kwijt kunnen, want die medium beveiligd gevangenen, dat zijn wel de meeste personen die we hebben. Wauw! Hoeveel geluk kun je hebben? Nou, normaal heb ik nooit veel geluk, maar dit keer wel. Dat ik gewoon echt gewoon goed heb uitgetekend. Nou, dan komt toch helemaal top uit. Het gebruik maken, zeggen ze dan. Oké, dan gaan we hier dus ook nog eventjes zo'n gang door laten lopen. En natuurlijk komen hier dan ook nog wel gangen tussendoor, maar die hoef ik dan natuurlijk niet zomaar te tekenen. Ik heb in ieder geval nog heel wat plannen, dus dat is echt wel top om te hebben. Dan weet ik in ieder geval nog wat ik wil gaan doen. Volgende afleveringen. Maar ja, dan moet ik deze natuurlijk ook even een beetje doortekenen. Hoppakee. En volgens mij... Ja, die stromdingen zijn ontmanteld. Ja, dat dacht ik wel. Zo dus. Ik vind het in ieder geval wel heel top gaan in deze gevangenis. Het enige probleem was met dat water. Of met die stroomleiding. Waarom de fuck zijn die dingetjes niet tegengepland? Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En zie ik hem volgende keer weer. Later.